Daar komt ze. De zegen in de zevende editie van Bas door Vlaanderen. Gaat opnieuw naar Nederland. Gaat naar Ellen van Dijk. Die we met applaus willen halen. Haar aandeel met een proficiat overwinning. Ellen van Dijk. En daar is ze bijzonder blij mee. Als we mogen afgaan op de heel... De sprint voor plaats 9 is dat in de uitslag. Pelotonsprint van heel ver op gang getrokken, van heel ver op gang gebracht. En een close finish. Het is links van de weg trouwens, nummer 104, Suzanne Andersen van het high-tech team die de sprint wint voor plaats 9. De sprint wint voor plaats 9. Van heel ver op gang getrokken, van heel ver op gang gebracht. En een close finish. Het is links van de weg trouwens, nummer 104, Suzanne Andersen van het high-tech team die de sprint wint voor plaats 9. Het is de voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, nu zondag. Tielt mag dan ook heel wat mooie namen verwelkomen uit binnen- en buitenland. Het Cervélo Bigla team komt aan de start met Anne-Sophie Duyck en de winnares van vorig jaar Lotta Lepisteux, die graag de dubbel wil pakken. Ja, yeah, I'm looking forward to race. I won last year, so of course, I'm happy to pin the number one in my back. Lotta was voor ze ziek werd echt in supervorm. Natuurlijk mis je dan een aantal procenten door ziek te worden. Het had ook voor haar een beetje afwachten zijn hoe goed ze zich voelt in die finale, maar wij gaan als ploeg er wel alles voor doen om haar in de juiste positie te brengen. Lepisteux kan tegenstand verwachten van bijvoorbeeld dit blok. Boels Dolman laat wereldkampioene Chantal Blaak rusten. Maar met drievoudig winnares Amy Pieters en de wereldkampioene van 2016, Amalie Diederiksen in de rangen, is het een ploeg om naar uit te kijken. There's a few clients and a few couples down section, so let's see how it goes there. Then the team will probably do some aggressive after that, depending on how many we are there. I hope I'm ready again after I've been a bit sick, but time will tell. Het is een mooi parcours en ik hoop dat we zo goed mogelijk parcours over kunnen komen. En dan, ik heb op verschillende manieren al hier keer gewonnen, dus het kan alle kanten op. De vrouw waar heel wat mensen naar uitkijken is natuurlijk Belgisch kampioene Jolien Doren. Ook zij rijdt in een ijzersterk team, met naast haar Annemiek van Vleuten de wereldkampioene tijdrijden. We gaan wel echt open koersen vandaag. Ik denk dat het bijna altijd onze tactiek is. Ik vind het juist heel mooi met jullie in de koers. Heb je haar achter de hand en om dat spel te spelen. Ik denk dat het biedt voor mij ook meer kansen om door Jolien te hebben in het team. En voor haar ook weer meer kansen door voor ons. Dan kan zij ze rustig houden. We gaan proberen voor de overwinning te gaan met de ploeg. We hebben verschillende kaarten die we kunnen uitspelen. Dus als het sprint is, gaan ze mij wel uitspelen. Maar het kan niet even goed een ontsnapping zijn of zo. Dus we kijken daar naar uit. En ook met de regen zal het een zekere gevaarlijke koers worden. En dan heb je de vrijbuiters, zoals Valerie de Meij uit Oostkamp, die al heel het voorjaar op dreef is. Net zoals de Nederlandse Floortje Makkay of misschien kan Daria Pikulic verrassen. De Poolse rijdt voor het eerst dwars door Vlaanderen, maar heeft al adelbrieven op de piste. Yeah, we're very happy to be here because this is the first time in the history when we started a race like this. And we are very motivation and so happy. In ieder geval dat het een zware wedstrijd gaat worden, dat we met een kleiner groepje naar de streep en dat we dan het spelletje kunnen gaan spelen. En solo aankomen is het mooiste, maar we gaan zien wat het vandaag brengt. Ik heb al veel koersen op de teller staan, dat gaat denk ik ook wel beginnen meespelen, maar wanneer ben ik tevreden? Ik ben tevreden als ik top 20 heb, maar ik ga heel tevreden zijn als dat een keer een top 10 is of misschien zelfs dichter. Voilà, met die applaus, het startschot. We komen en we wensen alle dames 175 in aantal heel veel succes toe. Noord-Zuid ploeg, toetlek ook gehad, de vlakval, all the ladies starting in de slag. Om 11:40 trekken de vrouwen zich op gang in de striemende regen. Vijf hellingen staan hen te wachten, waaronder de Kluisberg en de Côte de Trieux. Daarnaast moeten ze ook over de kasseistrook van de Varenstraat en de Herlegemstraat. De regen zorgt onvermijdelijk voor een begin met enkele valpartijen. Toch blijft de peloton langzaam. Het is het team van Jolien Doren dat de wedstrijd controleert.
Op de Kluisberg vallen nog geen grote verschillen. Pas op de tweede helling van de dag, de Col de Trieux, kunnen enkele renners zich afscheiden. We zien Moman Passio, Van Vleuten, Pieters, Makai, Van Dijk, Niwiadoma en Jasinska. Een sterke kopgroep en de grote namen vinden elkaar snel. Toch laat het peloton niet meteen begaan bij het opdraaien van de kasseien van de Varend. Is het verschil maar een goede 20 seconden. De kopgroep geeft niet meer af. Op Nokerberg, dat is de laatste helling van de dag, kraakt het peloton definitief. Op minder dan 10 kilometer voor het einde is de achterstand 1 minuut. De winnares zit hier. In de straten van Waregem spelen Van Dijk en Makai het ploegenspel perfect. Van Dijk springt weg op 5 kilometer van het einde en neemt snel 20 seconden. Floortje Makai toont zich de perfecte ploegmaat en zorgt dat de andere vluchters niet meer terugkomen. Ellen van Dijk verzwakt niet in de laatste kilometers. Ze wint solo dwars door Vlaanderen. In de spurt voor de tweede plaats is Amy Pieters sneller dan Floortje Makai, die het feestje van Team Sunweb mooi afrondt. Net voor de laatste kasseistrook, Floortje demareerde weer een keer en ze werd teruggepakt. Daarvoor waren we ook al ontelbaar keer gegaan. En ja, de rest die werd gewoon moe van continu ons terugpakken. En er was totaal geen samenwerking en ik ging en op de kasseien ben ik vol doorgegaan. Binnen. Nou, ik vind dit echt een grote klassieker. Het is geen World Tour wedstrijd voor ons, maar wel 1.1. En ja, dit is gewoon heel mooi om op mijn erelijst te hebben. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. En straks ook Floortje op het podium, dat moet ook plezier doen. Oh, dat wist ik nog geen eens. Wat leuk. Hoeveel was ze? Derde, wat goed. Ah ja, dat is top. Het is een hele mooie... Mooie dag voor onze ploeg. En we hadden, ik moet eerlijk zeggen, de eerste paar wedstrijden van het seizoen liepen nog niet zoals we wilden. Maar nu weten we het helemaal om te draaien. En dat is heel goed voor de moraal. Dit is het volledig Nederlandse podium van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen. Ellen van Dijk wint voor Amy Pieters en Floortje Makai.